Met Sinterklaas achter de rug hebben wij weer een nieuw journaal voor jullie. Leuk dat je weer kijkt. Sinterklaas was bij ons op school. BSN-leerlingen doen weer een demo. En waar vliegt de drone? Dit is het journaal met Brent. Gisteren was het 5 december en dat betekent dat Sinterklaas ook bij ons langs is gekomen. Dit zijn de beelden van HAVO-VWO. Hallo Sinterklaas, hoe gaat het met u? Het gaat goed, hè. Ik moet af en toe eventjes de keel smeren. Maar verder was het hier heel gezellig op het PS10 College. Ik heb een pepernoten challenge. Okay. Interviewen met 3 pepernoten in je mond. Oh, dat is een goeie. Ja, daar gaan we. Goed zo. Nou, goed, stel uw vraag. Oké, okay. En waar hebben we vandaag allemaal naar voren gekomen? Wat is er vandaag allemaal hier op het podium geweest? We hebben leerlingen gehad die speciale talenten hebben. En we hebben leerlingen gehad die een beetje lui zijn. Is there something that you're searching for? Hallo Pieter, vinden jullie het leuk hier op het PS10 College? Geweldig, ik heb het mega naar mijn zin gehad. Alleen die kinderen hier op school, die kunnen nog wel eens wat leren. Nou ja, ik vind het wel leuker als dat ik vroeger het op school vond. Nou kan ik lekker pepernoten gooien, fantastisch. Nou Sinterklaas, hoeveel jaar kom je nou al langs hier op school? Ik denk dat toch al zeker 635 jaar is. Nou, en zijn er hier nog een beetje lieve kinderen hier op school? Ja, er zijn heel veel lieve kinderen, maar altijd een paar uitzonderingen, maar die nemen we morgen gewoon mee naar Spanje. Ja, we hebben een commissie opgericht vanuit de leerlingenraad en een paar andere leerlingen. En daarvanuit hebben we de ideeën verzameld onder de leerlingen. Ja, we hebben best wel veel tijd ingestoken, maar dan heb je ook wel uit alweer. Oh, wat een lief. En ook bij VMBO kwam de Sint langs en was het super gezellig. Vrijdag 13 december is het weer Paarse Vrijdag. Maar waar staat die vrijdag eigenlijk voor? Vrijdag de 13e is er weer een Paarse Vrijdag bij ons op school. En dat is een dag waarop wij graag willen laten zien dat het oké is wie je bent, ongeacht je seksualiteit of je identiteit. Dus wij willen je bij deze oproepen om, als je dit een mooi gebaar vindt en een goed idee vindt, om vrijdag helemaal in het paars of anders iets paars aan te trekken, en dit idee naar buiten te brengen. Doei! Doei! De BSM-leerlingen zijn weer hard aan het werk voor een show. Maar wat gaan ze dit jaar eigenlijk doen? Jullie hebben BSM in jullie pakket en ook dit jaar vindt de demo weer plaats. Maar wat houdt dat nou precies in? Nou, de demo wordt bij ons, we hebben gekozen ons vakkenpakket, BSM. De demo houdt in dat we verschillende acts doen, zoals tumblingbaan, dansen, trampolines. En ook verschillende spelvormen. En wat is dit jaar het thema? Nou, dat was op het begin eigenlijk nog niet echt duidelijk. Maar uiteindelijk kwamen we wel bij uit dat Expeditie Robinson toch wel, wat we allemaal wel leuk vonden. Dus dan zijn we uiteindelijk gegaan voor Expeditie PS10. Leuk. Nou, zo'n demo, daar zijn al heel veel voorbereidingen. Hoe doen jullie dat nou? We hebben allemaal verschillende commissies, zoals PR. Einddans. Creativiteit, decor. Presentatie, van alles eigenlijk. En ze zijn allemaal opgedeeld in verschillende groepjes. En wanneer vindt de demo plaats en wanneer kun je kaarten halen? De demo vindt plaats 18 februari en de kaartverkoop zal ongeveer begin februari plaatsvinden. Sinterklaas was niet de enige die deze week jarig was. Ook Twan was jarig en daarom kreeg hij een lekker gebakje van ons. Twan kreeg deze week een lekkere chocoladebol voor zijn verjaardag. Gefeliciteerd! Ook deze week stuurden we de drone weer de lucht in. Weet jij waar die vloog?
drone vloog vorige week bij Ter Vorschel. Helaas heeft niemand dit geraden, maar deze week weer een nieuwe kans. Inmiddels is de zon alweer onder en we kunnen gaan aftellen tot de kerstvakantie. Fijn weekend allemaal en tot volgende week.